U zit in een wereld vol afkortingen. DOV, GBT, ROT, AED, BAV. Nou, BAV is volgens mij iets meer van mij en iets minder van de professionals. Maar in ieder geval denk ik dan ook dat u de term RVSM wel kent, toch? Sinds kort. Ja. Sinds heel kort, moet ik zeggen. Zit hier al in? Kent u hem al? Ik ken hem nog niet. En de vraag is even of we er nog een afkorting aan het moeten toevoegen. Maar het doel is denk ik waar we het volgens mij over moeten hebben vandaag. Maar ik ken hem nog niet. Oké. Ik begin met de R. Volgens mij was dat redelijkerwijs. De V. Je hebt opgeschreven, hè? Ja. Vermijdbaar, dat is lekker belangrijk. De M van maatschappelijk en de S van schade, hè? Ja, zoiets. Ja. Goed, is dat iets heel nieuws wat Wim Derksen hier zegt? Of zegt u van nee hoor, dat kennen we al lang? Ik ken hem al lang. Maar dat neemt niet weg dat het nog steeds klopt. Ja. En dat is natuurlijk wel een aandachtspunt. En wat klopt er dan precies? Nou, dat wij met elkaar, misschien als COT daar misschien aan bijdragend, dat we ook kijken naar, we hebben allemaal dingen met elkaar afgespreken. En wat is het doel? En eigenlijk is de maatstaf het kader wat we met elkaar hebben. En dat eigenlijk dus het doel op zich wordt in plaats van wat Wim Derksen ook zegt. Ja, we moeten vermijdbare schade vooral voorkomen. Ja, dus er wordt nog steeds min of meer te veel gekeken naar protocollen en het afvinken van lijstjes misschien. En te weinig naar wat is nou ook alweer het doel wat we met z'n allen willen bereiken. Klopt. Zei hij voorzichtig. Nou, waar ik mee zit, en dat was misschien ook meteen een reactie op Wim Derksen, die er dan niet is. Ik geef het allemaal door. Heel goed. De constatering is helder. De vraag is volgens mij, wat krijgen we ervoor in de plaats? Dat is wat Wim eigenlijk ook al zegt. En dat is natuurlijk heel lastig, want wat is vermijdbaar? En ik zat het net even op te schrijven. Kijk, waar volgens mij jullie als bestuurders voor zitten in een crisissituatie is dat je moet kiezen tussen twee kwaden. Ja, allemaal leuk en aardig, maar je kan maar één ding vermijden. En het andere doet ook pijn. En dat is gewoon een hele lastige keuze. Kunt u dat eens nader verklaren? Een praktijkvoorbeeld? Heel toevallig een brand in Brabant. Keuze, waarschijnlijk veel milieuproblemen vergens zeker hele hoge kosten. Ja, wat doe je? En, heel praktisch, wie is verantwoordelijk? Wie zet een handtekening daarvoor? Lees, wie krijgt de rekening en moet het allemaal voorschieten en moet het allemaal eerst regelen? Wie kan erop afgerekend worden? Waterschap, is dat de gemeente, is dat de eigenaar? Ja, dat is niet makkelijk. Dat is wel het doel om die vermijdbare schade te voorkomen. Maar voordat je daar bent, zitten er wel wat heikele punten. En achteraf, je hebt of een milieuprobleem of je hebt hele hoge kosten. En waarschijnlijk heb je het een beetje beide. Als je weer te lang wacht, heb je een beetje van allebei. Dus die druk is heel hoog om daar een keuze in te maken. En dan is het, hoe ga je dan waarderen wat dan goed is geweest achteraf? Dat is volgens mij heel lastig. Dus het is geen absolute waarheid, RVSM of MS? De waarheid die is er, dat lijkt me helder. De vraag is, hoe ga je dat dan meten? En wat we nu een beetje als enige volgens mij echt kunnen, is dat we lijstjes hebben en opkomsttijden. En als je dat niet hebt gehaald, dan heb je het blijkbaar goed gedaan. In de vergadering, je moet Bob toepassen, want als je dat niet doet, dan gaat het fout. En daar ben ik het helemaal met Wim 1, dat niet het doel moet zijn. Herkent u dat, meneer Van Duin? Herken in welke zin? Kijk, wat ik bij Wim hoor, hij spreekt een beetje de inspectie aan. Ja, prima. Maar dan moet je het vooral richting de inspectie gaan hebben. Daar gaat het over. De inspectie is vooral die organisatie die keurige lijstjes maakt en meten. En we hebben veel regio's zijn daar natuurlijk redelijk ingetrapt met het idee dat dat de manier is om naar die veiligheid te kijken. Maar onderwijl beginnen we natuurlijk wel steeds beter te begrijpen dat het daar niet over gaat. En wat ik zelf doe, wij schrijven jaarlijks nu een boek. Nou, in die boeken hebben we nog nooit zo'n lijstje langs zien gekomen om te kijken of men het goed of fout doet. Sterker, we beoordelen niet eens meer of ze het goed of fout doet, maar we kijken alleen nog maar waarom ze dingen doen. En die waarom-vraag, dat is voor mij cruciaal in al die crisissituaties. Maar u zegt, er zijn wel regio's die erin zijn getrapt in die lijstjes. Is Drenthe ook zo'n regio?
Ongetwijfeld, want als jullie je eigen evaluaties zien, zijn die vaak langs diezelfde domme lijstjes gemaakt van hoe laat was iedereen er en wat betekent dat dan en wie waren er wanneer, et cetera. Dus de aanrijdtijden, ook heel interessant voor journalisten. Het gaat nooit meer over de inhoud. We hebben in het kader van flexibilisering van de grip hebben ze een flink aantal van die evaluaties bekeken die regio's zelf maken. Ja, die zijn dramatisch, want eigenlijk uit al die evaluaties, je kan nooit halen waar het over ging. Je kan uit die evaluaties niet eens traceren wat nou de thema's waren waar men zich over heeft moeten bekreunen. Want daar gaat het niet over. Het gaat alleen maar over een procesanalyse. Maar is dat dan eigenlijk misschien een hele ouderwetse en zelfs achterhaalde methode om juist zo naar dat proces te kijken en minder naar het resultaat? Dit is enerzijds achterhaald, maar anderzijds is het ook wel buitengewoon modern. Hè? Want hoeveel mensen zien we niet overal in allerlei gremia succesvol zijn die dan met droge ogen kunnen beweren over de inhoud, daar wil ik niks weten. Ik ben van de processen. Hè. Dus met andere woorden, er is ook een enorme hoos in procesmanagement. Het is allerlei van die leidende figuren die vooral doen dat ze leider zijn vanwege het feit dat ze zo goed zijn in het leiden van processen, maar vooral niets meer van die inhoud willen weten. Nou, dat is eigenlijk ook die inspectie. En dat is ook wat we soms met al die evaluaties zo langzamerhand zien. We willen niks meer van de inhoud weten. Dat begrijpen we lang niet meer. We richten ons vooral op al die processen en kijken dan of we dat beter of slechter hebben gedaan. Nou, wij proberen. Het is wel menselijk, denk ik dan. Ja, tuurlijk, het is menselijk. Het is ook heerlijk. Want je hebt houvast. Precies. En die processen, er zijn natuurlijk allerlei mensen die ook heel goed zijn in het managen van processen. Dus die hebben daarmee ook het idee dat ze gigantische waarde voor die organisatie hebben. En tot zekere hoogte hebben ze dat, totdat het even wat anders is. Dat het ook een keer over de inhoud moet gaan. En dan zijn ze natuurlijk totaal niet betrokken en dan weten ze het allemaal niet. Ik vond het toevallig, keek gisteravond naar The Crown van Elizabeth. Een geweldige serie op Netflix. Echt, al diegenen die het nog niet gezien hebben en Netflix hebben, ga binnenkort kijken. Geweldig hoe die koningin dan worstelt met het feit dat ze eigenlijk niet opgeleid is. Eigenlijk alleen maar procesmatig wat weet. En zodra er iemand komt en die begint over een onderwerp, denkt ze, ja, weet ik allemaal niks van. Wil ik allemaal niet over weten. Ik weet iets over de processen, maar ik weet wat ik wel en niet mag doen. Maar voor de rest, ja, ga daar niet praten over een moeilijk onderwerp. En dat is een beetje wat we met elkaar doen. Dus daarom vond ik dat wel een soort herkenbaarheid. En dat is dus ook wel degelijk een gevaar in het land van de crisisbeheersing. Te veel kijken naar processen. Zeker, en dat is door. En Wim heeft nog het idee dat datgene wat. Ik ken Wim al 30 jaar, dus in die zin ken ik hem ook wel daarin. Die heeft natuurlijk, omdat hij nooit in deze wereld heeft rondgelopen, is hij echt het idee dat hij nu geniaal is. Doordat hij, het ei van Columbus. Precies, doordat hij nu ziet dat er naar wat processen wordt gekeken. Tuurlijk. We gaan de processen bij de universiteit eens een keer doorlichten, Menno. Kijken of wij op dezelfde conclusie komen dan. En dan meneer Derksen een lesje kunnen leren. Hoeveel processen daar in de universiteit? U weet het, hè? Ik geef alles door aan Wim Derksen. Dat is goed. Maar goed, zijn er mensen in de zaal waarvan, van wie je zegt van, ik wil even reageren of ik herken dit? Want steek een vinger op, ik kom naar u toe of kom naar mij toe. Het is wel een echt college zo, hè? Ja, het is wel een echt college zo. Oh, kijk eens, daar is iemand die mee wil praten. En nogmaals, iedereen kan meepraten, want het is uw beroep. Ik geloof dat ik zo langzamerhand wel durf, want ik krijg wel een beetje de tenen krom in de schoenen. Het is helemaal waar. En voor de mensen die mij kennen, Henk Post, Waterschap, de Rens Overijsse Delta. Ik ben echt iemand van de inhoud. Maar zonder dat je goede processen hebt geregeld, kunnen we in dit land bijna geen inhoud meer regelen. En bij Waterschap kennen we bijvoorbeeld vasthouden, bergen, afvoeren. Als ontwerpmethodiek. Dat is een proces. Dat is een ontwerpmethodiek. Dat is niet wat we doen in de praktijk. In de praktijk zullen we eerst zoveel mogelijk afvoeren. En als die afvoer niet groot genoeg meer is, dan gaan we bergen en vasthouden. Maar de ontwerpmethodiek is er wel degelijk. En door je daarop te richten, weet je wat je van tevoren mag verwachten en welke zekerheden en redelijk vermijdbare maatschappelijke schade je kunt voorkomen. Dus u gebruikt het echt. U heeft er echt iets aan. Proces is geen doel, proces is een middel. Maar om nou te zeggen dat je dat middel helemaal niet meer nodig hebt, en dat proef ik nou zo langzamerhand een beetje, dat gaat mij wel een beetje ver. Goed, gaan we eens even checken of de heren dat inderdaad bedoelen. Heb je helemaal geen processen meer nodig?
Geen sturing misschien? Nee, totaal niet. Het idee dat we bijvoorbeeld kunnen zeggen, ja, we hebben ook geen grip of geen procedures meer nodig, ben ik helemaal tegen. Ik vind juist dat het buitengewoon handig is dat je een aantal van die dingen doet waarop je kan terugvallen, juist vanwege het feit dat we het zo weinig doen. Hè. Dus ik ben helemaal niet van, we moeten helemaal geen proces meer hebben. Ik ben er, wat ik hier op een reactie van Wim zag, die ging alleen nog maar van, langs die lijn het bekijken en zoals ook die inspectie kijkt, daar ging het mij om. Maar dat je vervolgens zegt dat je een aantal structuren nodig hebt om terug te vallen, juist vanwege het feit dat we dat nooit doen, al die dingen, dat is al niet meer dan logisch. Zijn uw tenen iets minder gekromd? Ja, hè? Het helpt wel. Hè? Kunt u daar iets aan toevoegen? Ik hoop ze nog minder te krommen dan, want ik ben het ook helemaal met Menno eens. Zolang je het niet vaak doet, heb je het nodig. En waar volgens mij de grote uitdaging zit, is, wat ook in ons stuk staat, is dat het vooral iets is, wil je echt flexibel gaan zijn met je structuur, wil je echt die structuur, dan moet je hem niet weggooien, maar moet je hem juist verdomd goed kennen. Dan moet je juist heel goed weten hoe het werkt om er bewust van af te wijken. Om in te zien dat deze situatie net even anders is. En dit kunnen we wel gebruiken en dat moeten we anders doen. Ja, het COT heeft ook onderzoek gedaan afgelopen jaar, naar het Drentse model. Wat is dan uw conclusie, uw belangrijkste conclusie? Want ik zag als een van de positieve punten bijvoorbeeld dat het snel en slagvaardig is. Ja. Dan denk ik niks meer aan doen. Of zegt u van, nou, zo zit het toch niet helemaal? Snel en slagvaardig is in de ene crisis helemaal top, ja, en werkt die perfect. Dat lijkt me het allerbelangrijkste. En in die andere crisis, dat het dan een kanttekening die er dan is ja, heb je juist dat overleg op groter met andere partijen nodig? En is zo'n klassiek ROT als format, als denkpad, is iets waar dat van nature makkelijker in zit. Maar ja, Drenthe heeft geen ROT, hè? Regionaal op operationeel team. Nee, niet zo in de klassieke zin. Waar het volgens mij om gaat, en dat is wat ik net al zei, is dat als je echt los wil komen van structuren, moet je ze goed kennen. En dan kan je ook spelen met wat is er nodig. En dat is het andere punt. Het huidige model is vooral gericht op de klassieke flitsramp. Nou, ik weet niet waar Jacco zit. Hier, deze locatie is de ideale locatie om eens even alle moeilijke dingen te pakken. We hebben een LPG-tank, we hebben hier twee scholen, we hebben daar de provincie Overijssel. Dus een andere veiligheidsregio? Precies, de hoogspanning. Nou, even flink incident. En ook ik ben niet voor grote incidenten, laat ik dat vooropstellen. Maar daar komt wel alles samen in waar je dan van denkt, ook gezien de afspraak en de structuur, dat wordt heel ingewikkeld. Dat zou geoefend moeten worden. Dat zou ik ook zeggen. Ik zou het niet in één keer doen. Daar kan je naartoe werken. Maar het is wel eentje wat zo omvangrijk is, waar je kan zeggen, nou, daar hoort die specifieke structuur bij. Omdat we zowel operationeel als tactisch als strategisch knopen moeten doorhakken. U zei het al even, hè? Er zijn verschillende soorten rampen. Ik wist dat niet. Ik dacht gewoon ramp, dat betekent dat ik aan het werk moet, altijd 's nachts mijn bed uit. Maar er zijn verschillende soorten rampen. U heeft daar ook een lectorale reden over geschreven. Daar moet inderdaad een afkorting voor komen. Een LR. Hoe dan ook. U heeft een onderscheid gemaakt tussen de verschillende rampen. Nou, kijk, de ramp is redelijk, dat is het woord vooral voor die fysieke kenmerken. Hè, met pats, boom, flitsramp en zo. Dan hebben we het vooral over die ramp. Vandaar dat natuurlijk langzamerhand ook in die wetgeving, de wetgeving heet vroeger rampenwet, wet rampen, zware ongevallen. En het nu veiligheidsregio's. En in die veiligheidsregio's wordt gesproken over ramp en crisis. Nou, omdat heel veel dingen geen crisis zijn, maar gewoon veel kleiner dan dat, hanteren we zelf steeds vaker dat het begrip van mini-crisis in de zin, er doen zich dingen voor maatschappelijke onrust of een terugkerende pedoseksueel in een gemeenschap of weet ik veel wat. Heel uiteenlopende soorten van onheil die tot gedoe leidt, maatschappelijke onrust, vul maar in. En dan zeg ik, het Drentse model is heel erg nog op die rampen gericht. Op de klassieke ramp. Klassieke ramp. En op dat moment een probleem op die locatie. En dat is dus de keuze die je ook met elkaar moet maken. Of je die verbreding wil voor andersoortige crisis. Ja. En dat hangt dus af van hoe je een veiligheidsregio invult, kan ik me voorstellen. Die veiligheidsregio's die zijn er nu een paar jaar. In Drenthe is hij vanaf 23 juni, meen ik, 2011 opgericht. Als u nou kijkt naar de veiligheidsregio's, vindt u dan dat het ten opzichte van hoe het eerder was georganiseerd beter is geworden? Lees veiliger.
Ja, dat is een lastige, hè? Ja, dat zijn twee vragen. Oké, geef eerst antwoord op beter. Ja, het is absoluut beter geworden. En dat zeggen we ook. Ja, we hebben 25 regio's die ogenschijnlijk hetzelfde zijn. We hebben 25 regio's die echt verschillend zijn. En dat ligt gewoon aan, ja, zit je in Drenthe of zit je in Amsterdam? Dan heb je 6 gemeentes of een stuk meer. Dan heb je al een hele andere werkelijkheid. Die zijn niet vergelijkbaar in organisatie en in vorm en in inhoud. Maar ze zijn wat mij betreft wel allemaal een stap vooruit gegaan als je ziet wat hebben we nou met elkaar verrekt. En zeker als je kijkt naar commandoplaatsincident. Maar ook... Kopie. Ja, goed zo. maar ook beleidsteams. Daar zeggen we, ja, dat is absoluut vooruitgaan. En de natuurlijke wijze van samenwerking tussen kolommen is ten opzichte van voor de veiligheidsregio's echt veranderd en verbeterd. En dan de hamvraag, maar is de burger daarmee ook beter af? Ja. Want? Daar, omdat het gewoon in ieder geval een kopie, in ieder geval veld, een veel natuurlijke samenwerking is. En ja, weet je, dan heb ik daar cijfers voor? Nee, daar heb ik geen cijfers voor. Nee, maar goed, u bent wel deskundige. Laat ik het zo zeggen. Ik kom heel veel oefeningen. Vooral beleidsteam, maar ook operationeel en ook bij kopies. En het feit dat ik in heel veel regio's kom waar iedereen elkaar een hand geeft. Hey, hoi, hoe is het nou? Dat was vroeger anders. Dan was het, ik ben die, ik ben die. En het feit dat men elkaar, nou ja, een van de belangrijkste dingen is elkaar leren kennen bij oefeningen, maar dat gebeurt dus ook. En volgens mij veiligheidsregio's daar een hele belangrijke vliegwielwerking in gehad.